Levensonderstress stress wintertour op visite in Ravenstein. En dat is een uh, mooi pittoresk plaatje waar in de zomer heel veel toeristen op afkomen. En nu in de winter kom ik erop af om te praten met Thijs en Sonja. Dankjewel voor je gastvrijheid. Kruip lekker in de microfoon. Ja. Uh, we zitten gezellig bij, bij. We doen alsof er hier een kampvuur is. Ja, zo voelt het wel ja, een hè, beetje. Gezellig uh, marshmallows roasten. Um, ja, wat zijn jullie van elkaar eigenlijk? Wat zijn we van elkaar? Ja. Hoe kwamen jullie in elkaars leven, Thijs en Sonja? Ja, uh, zij, zij, uh, zij was en is af en toe nog steeds mijn juf. In? In een, in, uh, in, uh, in, uh, een opleiding, camperopleiding, uh, psychosociale therapie. Mm -hmm. En daar, um, uh, ja, daar kwam ik jou voor het eerst tegen. Ervaringsgerichte therapie. Ja. ja. En hoe kwam het idee tot stand om een podcast te gaan maken samen? Was dat er vanaf dag één? Nee, nee, nee. Dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. We zaten te lunchen. Uh, tijdens, uh, tijdens een opleidingsdag. En toen zei jij tegen mij: waarom maak jij geen podcast eigenlijk? Want je, het is zo interessant wat je allemaal te vertellen hebt. En dan zei ik: ja, dat zou ik wel willen. Maar ja, ik heb niks met techniek. Dus ja, dan ben ik van iemand afhankelijk. Ik heb het al wel eens bij het instituut gedropt, maar die hebben het allemaal druk. En toen zei jij zomaar: Nou, wil ik wel met je doen eigenlijk? Ja. Nou, ik, her, ik herinner me net wat anders. Ja. Dat, dat um, heb je het al. Uh, heb je het al? Dat gaat al ja. mis. Um, want ik had: um, uh, ik, ik hou sowieso van. Naar podcast luisteren. Ja. Uh, ook veel naar die van jou geluisterd. Leven zonder stress? Ja, Leven zonder stress. En uh, toen. Ik uh, ben ik een keer een podcast begonnen met een oud student en een vriend van mij. En dat, uh, uh, dat lukte nog niet echt. En toen op een gegeven moment tijdens de opleiding dacht ik: hier, zoveel interessants uh, leer ik hier. Dit is. Interessant voor veel meer mensen, dus uh, zou ik hier niet iets mee, iets mee kunnen. Mm -hmm. Daar heb ik eerst één iemand anders benaderd van de opleiding. En die, um, uh, kijk, Aha. Aha. je bent tweede keus, Sonja. Ik ben tweede keus, Ja, Zij is tweede keus. En, um, uh, en af en toe dacht ik ook nog wel, oh, eigenlijk zou ik wel met die ander willen, want Sonja is af en toe ook zo lastig om mee te werken. Ja, waarom? Uh, omdat ze, omdat ze niet, uh, niet loslaat soms. Omdat ze heel stevig kan zijn in wat ze, van, wat ze ergens van vindt. Een bijtertje. Ja. Ja. ja? ja. Ja. Wat vind jij lastig aan Thijs? Uh, dat hij geen je is, <laughs> maar een aanpassetje. Geeft hij het gauw uh, op? Nou moeten? ja, wat ik denk, daarom vind je het ook lastig van mij, denk ik. Mm -hmm. Dat wat ik dan in zijn ogen een beetje te veel doe, doet hij in mijn ogen te weinig. Mm -hmm. Gewoon je positie innemen en daarvoor gaan staan. Totdat je een andere positie logischerwijs naartoe groeit zelf. Ja. Maar je niet je meteen gaan aanpassen bij een ander, of terugtrekken of me niks zeggen. Of... Uh, ja, dat, dat is niet zo mijn stijl, nee. Dus jij houdt van tegengas? Ik hou heel erg van tegengas, ja. Oeh, dat is goed om te weten. Ja. Dan ga, dan ga ik even met, met gestrekt been erin. hè. Ja, doe maar. Je was één jaar. Ja. En toen was het oorlog. Ja. En ik heb een krantartikel over jou gelezen. Dat jij in de oorlog. En ik hoop dat ik het. Nou ja, corrigeer me vooral. Want ik hoop dat het niet zo erg was dat ik het in mijn hoofd schetste. De kinderwagen werd uh, in, het bos, in het bos gerold. Uh, omdat de, je ouders moesten vluchten. Nou, we waren al gevlucht. Natuurlijk was de slag om Arnhem. En mijn ouders woonden aan, uh, bij de Rijnbrug, dus daar moesten ze al heel snel weg. Uh, en toen zijn ze uh, eerst mijn oma op gaan halen... en toen zijn ze onderweg naar Friesland gegaan, maar, maar ik was op komst. Dus ze zijn niet verder gekomen dan, uh, dan Loenen. En, uh, en uh, daar zijn ze geëvacueerd geraakt. En toen werd ik geboren. En daar zaten ze met een hele groep mensen in een, in een soort schuur... Ja. Dus ja, ik moest slapen ook. En ik mocht geen last van hun hebben en zij geen last van mij. Dus ik werd dat bos ingereden naar iedere voeding. En daar bleef ik dan gewoon staan tot de volgende voeding. Maar is dat niet verschrikkelijk eenzaam en, nou, en, en eng voor een klein kindje? Dat heb ik me achteraf wel afgevraagd. Ja, ja, daar heb ik eigenlijk me nooit bij stilgestaan. Maar ik heb wel in mijzelf een heel diep gevoel van verlatenheid zitten soms. Hmm. En daar ben ik over na gaan denken. En toen heb ik ze aan mijn moeder gevraagd van... joh, was dat nou eigenlijk in die oorlog? En toen vertelde ze dat. En toen zei ik, ja, maar, maar liet jullie mij daar zo staan dan? Heb je nooit over nagedacht als een kind? We hadden echt wel iets anders aan ons hoofd. Ja. ja, en dat snap ik dan ook weer. Maar daarmee is dat gevoel nog niet weg natuurlijk. Nee, mijn gevoel is daarmee niet weg. Nee. 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 Is daar het zaadje geplant voor al het werk... wat jij in je leven tot nu toe gedaan hebt... Of is dat te makkelijk gedacht? Nou, ik denk dat dat iets te makkelijk is gedacht. Maar ik denk niet dat het er los van staat. Nee, ik denk wel dat je, als je zo'n gevoel hebt, dat je ook heel gevoelig wordt voor dat gevoel bij anderen. Hmm. En, dat je men, en, en dat ik mensen wil redden en beschermen, dat zit een beetje in mijn aard en dat zal daarmee te maken hebben. En dat heeft ook te maken met wat er later in mijn leven is gebeurd. En, uh, wat ja. is er later in je leven gebeurd? Ik, ik kom uit een gezin met drie meisjes. En mijn jongste zusje bleek uh, op jonge leeftijd een hersentumor te hebben. Oh. Is daaraan overleden. Uh, ja, dat, heeft, dat hele gebeuren hebben wij, heb ik meegemaakt. Weet je, dat, dat, was, dat ging vroeger niet in de ziekenhuis, dat was thuis. En, en, uh, ja, Hoe oud was, was mijn, je toen? Ik was uh, tien en elf toen ze overleed. Dus de dood deed al gauw zijn intrede ja, in jouw leven? Ja, en, en dat heeft op mij hele diepe indruk gemaakt. Dat ja, snap ik. Ja. Ik weet wel dat een collega ooit tegen mij zei: In jouw handen zal nooit iets doodgaan. Dus dat, dat, en daar herkende ik me wel in. Ja. Ik kan heel, heel erg lang volhouden als ik, als ik denk dat ik iemand kan helpen. Hm. Ja, nou dat dat een, ik ja, ja, dat doorbijten heb ik daar. Ja, is een pijnlijke opdracht ook. Ja. ja, ik heb hem later ook wel teruggegeven aan mijn ouders. Het is dan meteen ook wel heel. Heb ik eigenlijk nog nooit aan iemand verteld. Want op een gegeven moment moesten die graven worden geruimd. En mijn ouders hadden, niet, hadden verzuimd om dat levenslang te maken. Dus die moesten geruimd worden. En dat kon ik echt niet, dat kon ik niet hanteren. Hmm. En uh, toen hebben we samen met mijn zus hebben we dat op laten graven. En uh, een crematie geregeld. Oh ja. En, en daarbij dan bij... Het gaat gewoon als een normale begrafenis. Ik moet zeggen, dan zit je daar met twee normale kisten. Want dus het was een graf bij mijn oma en opa. En zo'n heel klein kistje daartussen. En toen heb ik die opdracht aan mijn ouders teruggegeven. Dat is mooi gezegd. Maar of het echt helemaal daarmee weg is, ja. dat denk ik niet. Maar het heeft me wel geholpen. Want ik dacht, dit is te zwaar voor een kind. Dat, dat, dat kan niet. Ik pak hem even terug, want je zegt net van... ik zal het niet nalaten om mensen te helpen. Zijn mensen eigenlijk wel te helpen? Of kunnen ze dat alleen maar zelf? Ja, ze kunnen alleen maar zelf, maar ze hoeven het niet alleen. Oké, okay. jij staat een, ja, je begeleidt ze, je staat naast ze, je ja. vangt ze op als het ja. even niet lukt. Ik denk dat we allemaal vaak een ander nodig hebben... om, om uit onze eigen patronen te komen. Hmm. Spiegelen. Ja, nou spiegelen, we doen wel iets meer dan spiegelen volgens mij. Ja, uh, uh, spiegelen voelt wat, wat, uh, um, wat, 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 wat simpeler of zo. Of, mm. ik, ik weet niet, ik heb daar ergens... Uh, klopt dat niet voor mijn gevoel? Maar wat ik wel mooi vind, um, uh, want ik, ik zit nu dus nog in de opleiding en, uh, en werk als therapeut, maar ja. ik heb een hele andere achtergrond. Maar um, uh, de focus is heel erg relationeel. Dus heel erg, uh, zoals jij hier ook binnenkomt en van, mm. we gaan er gewoon een gesprek van maken. En door hoe jij praat, ontstaat er al iets bij jou, waardoor jij zegt van, oh, dat heb ik eigenlijk nog nooit verteld. Ja. er opent iets. Ja, ja dus door ja. jezelf. Dat doen wij eigenlijk in de therapie ook. Ja, door jezelf heel erg in te zetten ja. uh, en jezelf heel erg serieus te nemen. Dat vind ik wel het mooie eraan. Ja. Ja. Een spiegel is eigenlijk meer teruggeven zo. Ja. Dat is van jou. Ja, hou het maar bij je. Mag ik? Schrijf jouw microfoon meteen even wat dichterbij nog. Oké. Okay. En nu valt mij op er, dat therapie eigenlijk wel ook twee kanten op werkt, toch? Jij kan iemand, of jullie kunnen iemand maar zover helpen als je zelf bent. Toch? Helemaal waar. Dan zitten we hier met twee leeftijdsverschillen. Want jij bent net uh, de 60 heb je net aangetikt. <laughs> <laughs> nou ja, er zit in ieder geval een leeftijdsverschil. Het gaat ook niet precies om de. Maar. In hoeverre? Kom je makkelijk mee weg. Hè? Ja, ja. Mooi mee ja. Mee ja. Weg, dat is leuk. Hè? Ja. Hoe ver matcht, matcht dat dan wel? Ik bedoel, want jij hebt natuurlijk minder bagage dan Sonja. En dus, ja, hoe, hoe pas je hoe, dat hoe op elkaar? Hoe matcht dat tussen ons? Bedoel ja, je? Of überhaupt worden dan sommige cliënten naar jou doorgestuurd? Of naar jou? Omdat je zegt, ja, ga maar naar Sonja, die heeft daar meer, ja, heeft daar meer ervaring mee. Of ga maar naar Thijs, ja. die is jouw leeftijd. Of... Maar ik denk niet dat het, zo, dat het alleen maar gekoppeld zit aan, uh, aan ervaring. Want er zijn ook. Um, het is ook maar net welke therapie met welke persoon op welk moment in iemands leven werkt. Ja. Um, ik had één iemand in therapie en die had uh, daarvoor therapie bij iemand gehad die ik heel erg uh, hoog heb zitten. Mm -hmm. Dus toen, toen, kwam die bij mij en toen dacht ik ja, dan moet ik nu nog eventjes wat doen. Dus ja, ik voelde ja. best wel wat stress. Ja. En dat, dat werkte eigenlijk heel goed. En hij, hij gaf in die sessies ook aan wat ik anders deed dat voor hem werkte. En um, uh, ja, eigenlijk wat ik daaruit meeneem is van ja, dit, hij, die persoon is nu gewoon op een ander punt in zijn leven. Ik, heb, ik breng net andere dingen mee, maak andere dingen hem los. Ja. Dus um, ja, het is niet zo lineair als. Okay. Uh... Ja, nee, het is niet zo lineair. Het is wel zo dat, dat ik altijd zeg van de grenzen, uh, de grenzen van een therapie worden altijd gevormd door de grenzen van de therapeut. Ja. Niet door de nee. cliënt. De cliënt wil altijd wel gewoon beter. Ja. Maar ja, eigenlijk altijd wel. Beter. In mijn in de ogen zin van? zijn, nou, gelukkiger zijn, blijer ja. zijn, uh, ja. van lasten af waar, waar ze mee zitten. Daar okay. leven we nu wel in. Hè. We leven in een zelfverbeteringshype. Dat zal jullie ook opgevallen zijn. Het lijkt soms wel alsof mensen chronisch ontevreden zijn. En, 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 en ja, bedoel, op een gegeven moment moet je er ook gewoon neerleggen bij hoe het is. Bedoel, Helemaal. Als ik aan jouw ouders in de oorlog denk, die hadden die, ja, wat moest Die moesten overleven. Ja. Dus is het, is het niet ook een soort, uh, en ik doe jullie werk niet, uh, willen absoluut niet te niet doen, maar een soort luxe die wij ons kunnen veroorloven. Omdat we ons natje in ons droogje hebben, in ons huisje, in ons ja. boompje, in ons autootje. Nou, dan gaan we nu aan onszelf werken. Ja, het is wel waar dat dat uh, in, in de maatschappij waar meer luxe is, uh, dan kom je daaraan toe, ja. als het echte, uh, de basale levensbehoeften zijn voldaan, ja. dan, uh, dan ga je meer naar de geestelijke levensbehoeften behoefte ja. toe. vind ik ook wel goed en logisch, maar we kunnen er ook verschrikkelijk in doorschieten, vind ik. Ik denk dat een van de dingen die wij ook heel veel zeggen tegen cliënten als ze komen, van wat is nou eigenlijk het probleem? Ja. Ja. We, en we, we, krijg... we slikken niet alles door als ze zeggen nee. dat het een probleem is. Hoezo ja. is dat een probleem? En wat ja. geef je dan terug vaak? Of wat nou, krijg je dan terug? Dan, dan gaan ze zeggen waarom het een probleem is en dan zeggen we nog een keer, hoezo is dat dan een probleem? Ja. En waarom is dat dan een probleem? Ja. En soms kom ik tot de conclusie, zeg ik, nou volgens mij heb je helemaal geen probleem. Het is gewoon een feit wat je moeilijk kunt accepteren. Ja. Dat is nog geen, vaak noemen wij een probleem iets wat eigenlijk gewoon een feit is. maar wat we niet willen accepteren, omdat het niet strookt met onze verwachtingen. Ja. We maken er zelf een probleem van. Ja, ja. ja en ik vind het ook wel een soort mooi iets. dat um, uh, er komt iemand binnen of iemand komt met een probleem bij, bij mij of bij jou. En um, uh, uh, Ferdinand omschreef dat een keer in een andere opleider. Als, als een vacature. Dus iemand komt met een vacature bij jou. Um, en dan is de behoefte heel groot om daar meteen op in te stappen, dat te willen oplossen. Mm. En eigenlijk is het dan meteen om dat weer terug te, terug te geven. En, en heel vaak is het ook niet meer dan eigenlijk dat het leren verdragen, dat het gewoon lastig ja. is. Ja. Um, dat is een chic woord voor, hè? frustratietolerantie. Nou ja. en nog, die is belangrijk en die hebben we erg weinig tegenwoordig. Ja. <tus> en is, dat komt ook door de pampercultuur. Dat, dat ik bijvoorbeeld door mijn ouders, noem maar wat, uh, dat ze altijd alles wat ik deed was <tus> fantastisch. <tus> Iedere tekening die ik maakte was Rembrandtwaardig. En dan kom je in de echte wereld en dan krijg je een keer een beoordelingsgesprek en dan zit je depressief thuis. Ja, dat, ik ben wel, ja, dat, is, dat is een <tus> heel belangrijke oorzaak. Ik denk de ideale ouder. Hè? de perfecte ouder, wat mensen met name jonge mensen vind ik erg nastreven op het moment, is helemaal niet zo goed voor een kind. Nee. Want kinderen, kinderen moeten gewoon de pest in kunnen krijgen op hun ouder. Die moeten kwaad worden. Die moeten frustratietolerantie opbouwen, nee. gewoon. Omdat ze dat in hun latere leven nodig hebben. En ouders die alles voor hun voeten weghalen nee. en, en effenen, dat lijkt erg leuk. En lief. En lief. Nee. Maar echt liefdevol is het eigenlijk ook weer nee. niet. Nee, je maakt een soort onweerbaar persoontje ervan ja. die niks aan kan. Ja. Ik was benieuwd bij jou, Thijs. Het is duidelijk waarom Sonja de hulplening in is gegaan, even plat gezegd. Ja. Waar is bij jou nou die behoefte zo opgekomen om mensen uh, te helpen en te ondersteunen? Ja. Ja, ik heb niet zo'n mooi verhaal als. Uh, zonder... oh, nou, zo'n <laughs> mooi verhaal. Ja, is mooi, maar wel hoef, zo één jaar en toen dat. nee. Je ouders zijn niet gescheiden? Uh, ja, dat wel. Uh, nou ja, dat, kan, dat, kan, dat is een live event. Ja, hoor, ja absoluut. Op, dus? ja. Nee, daar hebben wij het ook wel over gehad. Um, uh, um, ik heb dat wel heel sterk uh, ervoor Ik was, was drie of vier of zo. En het beeld van wat ik van mijn moeder hoor: dat ik dan in de ruzies met glaasjes water naar beide ouders ja. ging uh, om het weer al, goed te maken. <laughs> Ja. Ik krijg gewoon kippenvel als je het zo zegt. Ja, ik zie het helemaal voor me. Want je wil als kind toch gewoon dat de liefde is, de vrede ja. is. Ja, 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 En dan ook zeg maar het datgene wat ik wat ik zelf kan doen is een glaasje water. Zo, dat, ja. dat, uh, um, maar dat werkte niet. <laughs> um, en um, uh, nou, dat dat ja, dat herken ik wel als één ding die nu ook nog wel wel eens terugkomt. Hmm. Dat ik zo zo'n gevoel uh, uh, een soort van schipper of zo tussen Ja, mensen, Lieve vrede bewaren. Ja, ja. ja. ja nou, dat, dat is denk ik waar je ook in de opleiding wel mee geconfronteerd bent. Mm -hmm. Dat dat uh, heel lief is, maar uh, niet zoveel niet dat dat helpt. helpend. Ja. Ja. Nee. ja. Dus daar is een zaadje geplant. Misschien op latere leeftijd nog. Of was je schooltijd? Was die? Uh... Uh, die was ook niet optimaal. Ik zat op de vrije school, uh, lagere school, en daar heb ik eigenlijk gewoon niet zo'n hele fijne, uh, fijne tijd gehad. Um, gepest? Dus, uh, ja, gepest. Um, en um, uh, Veel wisselingen van. Uh, van uh, docenten. Hmm. Uh, dus een soort. En ik heb ook niet super heldere herinneringen aan of zo. Maar daar. Um, ja, daar heb ik. Heb ik niet een. Uh, een, een heel hmm. prettig of nee. warm gevoel aan overgehouden, als het ware. Hmm. Ja. Het komt dat toch best vaak tegen? Ik heb veel coaches therapeuten geïnterviewd. En vaak toch grote live-events die. Ja. Ja. Onveiligheid veroorzaakt ja. hebben. Je noemt nu al twee dingen op die heel onveilig ja. zijn voor een kind. Hè? Ja. En je op school niet geaccepteerd voelen en niet veilig ja. voelen ja. en thuis niet. Ja, en, 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 en daar zit dan zo'n soort. Um, uh, uh, omdat ik daar zelf dan zo op aan ben gegaan of zo gevoelig voor ben, dan, uh, dan ben ik daar ook heel erg. Um, uh, ja, dan, dan merk ik me Alert op. Alert op, ja. ja. Dus dat is een soort. Ja, een alertheid voor, ik krijg een voor, voor die pijn. Ja. En, um, uh, en dat is in dit werk dan ook wel weer heel erg nuttig. Ja. ja. Moet heel Sorry. Ja, nee, ik heel veel hulpverleners aan. proberen eigenlijk hun eigen gekwetste kind te helen. Te helen in hun werk. En is dat, daar is niks mis mee toch? Daar is op zich niks mis mee, maar je moet wel goed mee uitkijken dat je niet te veel gaat projecteren. Ja. Maar op de keuze op zich, nee, is niks mis mee. Alleen, ja, ja je moet eigenlijk wel je eigen kind en je eigen leven helen. En en andere mensen moeten dat in hun leven. Maar dat dat als motivatie is, daar is niks verkeerd mee. Nee. Maar je kunt ook gaan projecteren. Dat is wel, dan wordt het een beetje link. Ja. Projecteren. Even nog naar Thijs. En dan kom ik weer terug bij jou, Sonja. Wat ik zo opvallend vond. Je, je, je bent ex-fotograaf. Je geeft me net een heel lief, mooi cadeautje. Met allemaal mooi werk van jou. Waarom ben je gestopt met, met professioneel fotograferen? Hoe? Ja. Dat is toch. Ja, ik ben gestopt erbij als radiodition. Dus ja. Ik herken daar wel iets in dat je op een gegeven moment ja. nieuwe bossen wil verkennen. Ja. Wat was voor jou de reden om, om dit achter je te laten? Nou, ja, ik heb, uh, heb zo'n zo'n uh, uh, 15 jaar of zo met heel veel plezier met een vriend van mij gewerkt. Uh, heel veel, uh, ik woonde toen in Londen. Uh, hij woonde in China. Dus we zaten heel veel tussen die twee plekken in. Um, was was super leuk. Maar op een gegeven moment um, merkte ik ook dat ik een soort. Um, uh, um, dat ik mezelf een beetje ging censureren, eigenlijk in mijn werk. Er uh, was toen een bepaald werk uh, aangekocht door het Stedelijk Museum in Amsterdam. En ik dacht dat was zeg maar mijn hartstikke hoog daar. Dat ja. wilde ik heel graag. En, en daarna merkte ik ook dat ik dan nieuwe werken eigenlijk ging vergelijken aan dat. Oh, ja. En dus ik, 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 ik kwam mezelf daarin tegen. Nou, dus dat was één ding die zo'n beetje sluipend was. En er waren er. Um, uh, toen, toen woonde ik in Londen en toen op een gegeven moment kreeg ik een tweeling. Er zijn heel veel baby's in één keer. Ja. En um, ja. uh, we wonen in een piepklein huisje. Dus er veranderden heel veel dingen. En toen ver, ver, verhuisden we naar Nederland. En op een gegeven moment klopte het eigenlijk niet meer. Uh, zeg maar met mijn, met mijn levensfase ook. Dat ik, ik wilde niet meer een, uh, een maand weg zijn uh, van, van mijn kinderen. Ja. Um, en, um, en daarnaast zit in de kunstwereld ook iets. Aan de ene kant is het heel persoonlijk. Want je, je, je stelt je kwetsbaar op, je laat iets, iets zien van wat, jou, wat voor jou belangrijk is. En aan de andere kant is het super competitief. Want alleen één iemand kan die prijs winnen. Er zijn heel oh, weinig ja. mensen die ja. hun geld daarmee verdienen. Dus ook een soort hele gevaarlijke of, of spannende combinatie ja. voor mij op dat moment. Dus je ego zat ook hard mee te doen? Of die zo. zat ook hard mee te doen. Ja, ja zeker. <laughs> ja, ja, ja. Maar dan zeggen mensen tegen mij wel eens: van ja, maar je hebt het talent. Dat is, je kan het niet maken om dat talent niet meer aan de mensen te geven. Ja. Je, zit, schuurt dat nooit bij jou? Nee, nee, want ik zie wel dat datgene wat ik nu doe, um, uh, daarmee vervul ik een soortzelfde behoefte of doe ik ikzelfde dingen. Want okay. ik kijk nog steeds heel alert ja. naar wat er ja. om mij heen dat gebeurt. Valt me op, ja. Ik ben daar uh, ik, ik reageer daarop. Ja. En wat ik, wat ik in fotografie ook zo mooi was, was dat de camera een excuus was om uh, ergens binnen te komen. Ja, ja. Dus dan kan ik gewoon ergens aanbellen en, en een camera. En ja. dan mag ik hier eens komen kijken. Ja, 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 en dan ja, ja. kwam ik overal binnen. Nou, En nu is het is, is, is de setting zo dat mensen mij betalen om ergens binnen te komen en dan zit ik heb ik extreem hele intieme gesprekken, ja. dus daar uh, die behoefte en die verbondenheid of zo, die zit ja. daar uh, die kan dus ik ook in dit kwijt. Het is in feite blijven. even creatief. Ja. ja, ja, dat is mooi gezegd. Ja. ja, dus je fotografeert totaal niet meer, dus dit, je hebt ook niet hobbymatig nog wel iemand je vraagt voor bij. Ik heb net deze tafel eventjes zo gefotografeerd. Dit vond ik wel oh, mooi. Ja, ja. ja, ik zag het ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat ja. vind ik leuk, maar ja. en ik ben nu heel van tekenen. Oké, okay. dus expressie op Een andere manier, ja, ja, in tekenen en in, 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 in dit werk, ja, in, uh, ja, eigenlijk ja, heel grappig want ik heb precies hetzelfde gedaan, ook gefotografeerd. Nee, nee, niet geworden. Ik heb een kunstacademie oh, ja. gedaan ja. en uh, ben jaren tekenlerares geweest ook, dus ik was echt helemaal bezig met, uh, met, met kunst en en ben toen hier terecht gekomen. Alleen ik heb later wel weer het tekenen schilderen opgenomen, omdat ik ook niet zonder kon eigenlijk. Ja. Ja. Dus de kans zit erin dat jij dat toch misschien nog eens een keer... Misschien, ja. ja. ja hè? Dat ik hoor gooi... ik nu. Ja, ik hoor het ook. Ik <laughs> gooi er eens even eentje in van Dr. Wayne Dyer. Ik weet niet of jullie hem kennen. Dat is zo'n therapeut uit Amerika. Hij leeft helaas niet meer. Een van de zinnen die me van hem altijd is bijgebleven is... You teach people how to treat you. Zijn jullie dat eens met Wayne Dyer, Sonja? Jij, jij leert de mensen hoe ze met jou om moeten gaan... Uh, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt, natuurlijk. Want uh, het is een mooie uitspraak. Maar wat de achterliggende gedachte is, de, daar moet, je, moet ik dan naar gissen. Hij kan uitleggen waarom het mij zo raakte. Ja. Ik had steeds dat mensen, in eerste instantie, dat ik een paar maanden met ze omging, dan liep dat allemaal lekker. Maar op een gegeven moment draaide het zo'n kant dat ik me toch dat voelde alsof er van me geprofiteerd werd. Mm -hmm. Omdat ik inderdaad ook die pleasende kant heel erg in me heb. Dat heb ik ook van mijn moeder geleerd. En ja, dan zegt Wéé daar, ja, jij leert hun hoe ze met jou ja, moeten omgaan. Ja. Dus ja. je hebt het ze gewoon zelf geleerd, tot ja. hoe ver ze kunnen gaan bij ja. jou. Nou, dat, dat ben ik dus wel helemaal met hem eens. Ik denk dat het, het, in de, de, de mate waarin jij zelf respect hebt, en dat ook toont in een relatie, in diezelfde mate krijg je respect terug. Ik bedoel, niemand zal jou ook maar een millimeter meer respect tonen dan je voor jezelf hebt. Wauw. Ik zeg altijd, als je ja, als je gedraagt als een vloerkleedje, dan vegen ze hun voet op je af. En mag ik dat die ander echt niet verwijten dan? Want dan denk je, je hebt toch ook dus nog zoiets als fatsoenlijkheid uh. en normen. Ja, en je, kunt, je kunt dat de ander verwijten, maar dat verandert niks. Het <laughs> <Nee, ik moet> is <laughs> ja. wel lekker, even. Ja, ja. Het is ontzettend ja. lekker. Ja. Alleen het verandert niet. Nee. Weet je, je zult iets in jezelf moeten veranderen, waardoor je de ander verandert. Hmm. Dat is, je kunt andere mensen niet veranderen. Is het is gekke. Ik kwam in dit vak. Vaak ja? van andere mensen ja. veranderen eigenlijk. En het eerste wat ik leerde was. Je kunt mensen helemaal niet veranderen. Maar ze kunnen wel zelf veranderen. doordat jij anders bent. Oké. Okay. Dus het is nooit te laat op dat gebied? Het is nooit te laat volgens mij. Je kunt altijd weer ervaringen opdoen die jou bijsturen. Waardoor je in een andere richting op gaat. Waardoor iets geheeld wordt in, in waar je zit. Hmm. Hebben van nieuwe, dat is wat Walter Kempeler altijd zei. Het hebben van nieuwe ervaringen. Doet de invloed van oude ervaringen teniet. Ja, daar gaat jullie recente podcast ook over. Hè, die in november ja. online is gekomen. Die heb ik ja. geluisterd. Ja, jij hamert nogal op die ervaringen. Mm -hmm. Terwijl ik ook wel eens in spiritualiteit gehoord heb van... Ach, vergeet toch die ervaring. Het gaat om het ervaren. Je moet in het nu zijn. Je bent... Ervaringen is allemaal oude shit. Oh, het enige wat, wat je kunt is in het, in het nu ja. iets ervaren. Ja, maar zo bedoelen we dat ook hoor. Oké. Okay want ervaar, je kunt ook een soort ervaringstapelaar worden. Ik merk dat aan een beetje aan mijn vriendin die wil dan weer daar naartoe, dan weer daar naartoe. Ik heb een paard, nu wil ik het tweede paard, weet je, alsof je gewoon je hele rugzak vol wil stoppen met alleen maar ervaringen. Ja, dat zijn weer andersoortige ervaringen, want je doet de hele dag niks anders als ervaringen. Nee, ja, je noemt alles een ervaring. Hè? Alles is een ervaring. Zelfs naar het toilet gaan is een ervaring. Ja. Ja. Maar ik ben toch blij dat ik hem daarna vergeten ben. Maar wat heb ik daar al? Nee, maar je slaat die ervaring ook niet op. Je slaat maar... alleen maar de ervaring op waar je heel bewust mee bezig ja. bent en waar je aandacht aan schenkt. Ja. En de rest is er wel, maar dat je brein zou anders gek worden, die, ja. die maakt keuzes daarin. Maar en... hoe is dat voor, voor jou dan? Want jij, je maakt een soort onderscheid in ervaring, zodat mm het -hmm. wel ervaring is uh, fijn, ja. al, fijn ja. dat je vergeten ja. is. Maar dan is een spirituele ervaring, en die is dan belangrijker. Die moet je wel bewaren. Nee, ja, nee, want ook daarin wordt gezegd, daar gaat het eigenlijk ook niet om. Maar het ervaren. Weet je, ik, vind, ik vind dat een mooi voorbeeld van. Mensen hebben het ook over boeddhisme. Gooi al die ismes weg. Ik wil mm -hmm. boeddhist zijn. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. ik, wil, ik wil niks met een isme. Een stroming. Ja, want dan proef ik weer van iets en dan ja. heb ik het even geproefd. Nou, dan is het volgende. Waar is het ja, ja. volgende waar ik van kan ja, proeven. Ja, ja, ja. Dus snap ik. Ja, ik, ik, ik heb een beetje met ervaringen. Ja, ik weet niet. Ook omdat ik een burn-out gehad heb. Misschien, ik heb denk ook dat ik iets te veel ervaringen. Kan, kan dat ook? Kun je ook te veel ervaringen in één nou ja, tijd dat, hebben? als je dat samenvoegt met activiteiten. Ja. Weet je, maar ja. dat hoeft het niet te zijn. Je kunt ook gewoon rust ervaren. Hm. Dat kan ook. En ik, ja. ik denk gewoon, kijk, je hebt ervaringen die je nu opdoet in het hier en nu. Maar je, wij zijn, zal ik maar zeggen, een soort van onze levende geschiedenis. Dus we zijn een één stapeling van ervaringen. Hmm. Dat, ja, dat, kun je, dat kun je nou niet willen, maar daar ben je wel. Hmm. Want daar leer je van. Of je er nou van leert of niet, je bent het gewoon. Hmm. Ja, ik zou toch liever gewoon een soort leeg vat zijn waarin alles oplost. Ja, dat, nou, ja, <laughs> succes. Ja, een soort vat met dat zuur. Dat kun je wel proberen, ja. maar ja... Je zegt het ook zo. Ik snap niet helemaal precies waarom je dat zo graag zou willen. Nou ja, omdat ik inderdaad denk... Ik, ik ben nu uh, 47 en ik denk... Maar ik, wat ik allemaal al meegemaakt heb, sinds me, vooral sinds mijn 21ste... toen ik bij de Landelijke Radio terecht kwam, ja, dat maakt iemand anders in drie levens nog niet mee. Mm -hmm. En dat zijn dus ook heel veel leuke dingen. Maar ik heb, ben erachter gekomen dat je met heel veel leuke ervaringen... Ook moe wordt. Ja, dat dat ook iets met je <laughs> ja. doet. Ja. Want dat, een mens is daar niet tegen bestand. Iedere dag zeven keer in de achtbaan, zullen we maar zeggen. Ja. Nee. Maar dat soort ervaringen moet je ook een beetje... Zuinig ja, zijn. Ja, maar ja, als je dan een beetje het type mens bent zoals ik, ja. een beetje ADHD'er, die alles opslurpt, weet je wel. Niet één slag om taartje, nee, ik wil ze alle zes proeven. Ja, ja. <laughs> ja, dan, ga je, ja. dan ga je onderuit. Ja. Ja. Hebben jullie daar, daar advies in? Stel, ik kom bij jou met, met zoiets. Ik zeg, joh, ik ben eigenlijk op mijn 47ste, voel ik alsof ik mijn leven al opgebruikt heb. Ja. Wat zou je dan voor een advies geven? Nou, dan voel ik nu meteen een vacature die ja? ik moet vervullen. Nou, en dan ja, denk dat, ik. Dat nou, is, nee, nee. Hou, het, hou het maar lekker zelf. Ja. Je gaat dit niet voor mij oplossen. Nee, nee dat, 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 is, dat is mijn eerste. Want ik, ik voel wel heel erg uh, me aangesproken: oh, dan moet ik nu iets slims gaan ja. zeggen. Maar op het moment dat ik dan denk dat ik iets, iets slims moet gaan zeggen, dan, dan, dan zeg het, ik alleen nee. maar domme dingen. Okay. Dus um, ja, is dat echt uh, zo? Ja. Want dan, want dan krijg ik een soort spanning. En dan ben ik, ben ik aan het zoeken naar een soort, soort boekenwijze. Ja, ja, ja. oh, dat heb ik een keer gelezen. En dan, maar dan kan ik daar niks mee. Dan misschien heb je wel iets goeds gelezen ergens in een boek. Ja, misschien. Mm -hmm. Maar ik, ik, uh, ik, ik betwijfel het. Want dan nee. is het niet echt afgestemd op jou. Ja. Dus, ja, dus jij het komt... Van, ja. van advies. Ja. ja maar jij, je... kom, jij komt nu zeg maar, met een soort vraag bij mij. En die vraag... Ik, ik wil dan eerst die vraag verkennen. Okay. Om me af te stemmen op, op wat daar gebeurt. En, um, en, en dan kijken wat ik ermee kan en Misschien okay. kan ik er ook niks mee. Bijvoorbeeld door te zeggen, wat is daar een probleem aan? Nou, dat ik toch, uh, weet je, ik, ja, ik kan het tussen jullie en mij wel zeggen... bijvoorbeeld seks interesseert me ook al een paar jaar totaal niet. Nou, dat is in een liefdesrelatie, is dat best onhandig. Ja. Mijn vriendin heeft er begrip voor, maar ik, het, het lijkt wel alsof heel veel dingen in de wereld me totaal niet meer interesseren... omdat ik ze al zo opgebruikt heb, uh, voor mijn gevoel. Alsof, mm -hmm. ik, alsof ik al alles uitgeprobeerd heb op mijn 47ste... En dat, ja, dan, dan is. Wat is daar het probleem aan? Nou. Ja, die, ja, die, ja dat is een goede vraag. Nou, voor mij niet, maar ik ben nee. toch bang dat ik anderen daar tekort mee doe. Ja, dat zou zomaar, dat zou zomaar kunnen. Ja. En dat is ook vaak. De, de enige reden waarom we zouden willen veranderen is namelijk dat iemand waarvan we houden ja, last heeft. van Dat die van, daar last van heeft, Juist, dat, dat ja. Dat is vaak de hele belangrijke ja. motivatie. Want waarom zouden we zelf veranderen? Het liefst worden we allemaal toch geliefd om wie we zijn, wie we, hoe, met alles erop en hoe, we eraan. We zijn, ja. Maar is dat dan ervaringsgericht werken? Wat is dat? Kun je dat? Het We werk ook bijna ook altijd systeemgericht. Maar dat kent dat zegt me ook niks. Dus maar dan met, eerst met volgens partners, mij als, Maar eerst zeg maar de ervaringsgerichte, want dat um, um, uh, dat is volgens mij wel ja, om dat te proberen om dat helder te krijgen. Mm -hmm. um, Ervaringsgericht is in ieder geval niet om, uh, om dan alleen maar inzichten te geven. Dus dat ik alle boeken wijsheid okay. ja, ja, ja. aan jou ga geven. Ja. Maar dat, dat zeg maar het appel dat jij op mij doet. Mm -hmm. uh, dat je met zo'n soort vraag, zo heb je misschien een advies. Uh, dat ik dan daar een soort gevoel bij krijg. Dat, dat jij een beetje hulpeloos bent. En tegelijkertijd ben je 47 en heb je ook heel veel gedaan. En dan klopt er iets niet voor ja. mij of zo. Van ja. je, um, nou en die, die ervaring van mij, die kan ik dan teruggeven. En dan, dan, dan zie jij eigenlijk hoe hoe ik jou ervaar en dat mm -hmm. gaat dan een beetje botsen of dat gaat op het op het relationele vlak tussen ons spelen we dat gewoon een beetje uit dan wordt het een spelletje uh, uh, in de positieve zin van het ja. woord uh, maar het is een het is een soort van um, uh, het is geen ja. spel het is een interactie het is een soort intensivisering van dagelijks contact want zeg maar wat jij zegt over uh, vrienden die jou dan als een voetveeg gebruiken ja. nou dan dan zou ik dat in een in een in een sessie um, Kijken van waar, waar zit dat nou? En, en, um, en, en eigenlijk mijn neiging die ik misschien op een gegeven moment voel, van ik heb nu het idee dat ik uh, deze sessie een kwartier eerder kan, uh, kan stoppen, um, het is lekker makkelijk voor mij en jij, jij slikt het wel. Mm -hmm. En dan, dan zou ik dat niet meteen doen, maar dan zou ik daar een beetje mee gaan testen. Ja, okay. Zo van wat gebeurt er dan bij jou? Ja, ja, ja. En wil je dat? Ja, het, is, het is eigenlijk wat, wat, wat we wel eens tegen iemand zeggen die zich ze heel erg aanpast van... Ik heb het gevoel dat ik jou alle hoeken van de kamer kan laten zien, en dat is een verschrikkelijke ervaring voor mij. Ik wil dat niet, die M macht. Mm -hmm. Je geeft te veel. Je zegt. Je geeft, je geeft, je, ja, jij kent mij te veel macht, macht toe, toe en dat geeft mij een heel onprettige positie, want ik ja. kan jou maken en breken. Ja. Dus door daar heel persoonlijk over te ja. worden, moet, moet die ander onder ogen zien wat hij eigenlijk ja. doet. Ja. Want allemaal identificeren we ons toch graag met het slachtoffer in onszelf ja. en niet ja. met de onderdrukker. Ja. Niet met degene die het veroorzaakt in jezelf. Ja, ik probeer het even te snappen. Dus iemand die zo, zo uh, aanpast. die heeft ook iemand in zich die hem verbiedt om dat niet te doen. Ja. En die roepen jullie. die, pro die, die proberen die we naar voor te, te halen. halen. Die op. Het zit... niet toegestane deel in mensen, ja, zal ik ja. maar zeggen. Ik zit nu aan een voorbeeld te denken. wat laatst in een sessie was. was dat een iemand die uh, depressief was en of is. en zeg maar de he, hele tijd in zichzelf in rondjes aan het draaien is. En ik had eigenlijk het gevoel van de eerste kwartier van die sessie. Ik had ook mijn e-mail kunnen checken. Die bleef toch wel. Zeg maar er werd geen beroep op mij gedaan. Ja. ja. En op een gegeven moment werd hij iets geraakt in hem. Uh, ging ik wat dichter bij hem zitten en sprak uit dat ik het ook heel fijn vond om hem op deze manier te leren kennen. Wat een oprecht. Uh, op dat moment kwam dat naar boven. En toen ging hij eigenlijk meteen van ja, maar dat geloof ik dan niet. En, um, um, en dan ging hij eigenlijk weer in zichzelf dat rondje draaien. En toen. Uh, zei ik dus eigenlijk: noem je mij hier een leugenaar? Nee, nee, nee. Maar eigenlijk zeg je dus dat ik lieg. En ging ik dat eigenlijk heel erg duidelijker maken. Dus uh, het is oké okay dat jij een rondje draait. Maar je, dat doet ook iets met mij. Um, dus je, je noemt mij een leugenaar. Dat vind ik eigenlijk niet prettig. En dan um, neem ik eigenlijk mezelf heel erg serieus. En hem. En, aan, en hem. en aan het eind van die sessie, want het ging ook heel erg over eenzaamheid. Aan het eind van die sessie vroeg ik ook aan hem. welk moment hij het minst alleen voelde. En dat was op dat moment dat ik zei, dus eigenlijk vind je mij een leugenaar. Ja, heel eerlijk, confronterend. Gaat het om de waarheid naar boven halen dan? Om eerlijk te zijn, vooral. Ja. Eerlijk zijn. Ja. ja, de waarheid vind ik altijd zo moeilijk begrip. Nou ja, in het, maar ja, in dat, in dat stuk. Ja, of... van wat ja. dat speelt. Ja. Gewoon heel eerlijk ja. zijn over waar je staat en wat je ja. ervaart. Ja. En dat is voor de meeste mensen een uh, ontzettend prettige ervaring. Want dat, dat maakt je niet zo heel veel mee. Nee, want zijn, wat doen andere mensen dan? Die gaan profiteren daarvan of zo? Of die houden hun mond of gaan het achter, of het is achter slim, de rug om? Of, ja. Ja, dat... ja, of het is gewoon niet de context. Zeg maar, als je, uh, ja. Ik ga dit ook niet zeggen tegen iets. Zeg maar, als wij gewoon eventjes. Een chit-chat zijn. Uh, ja, dan ja. ga ik dat ook niet op die manier zeggen. Want ja. er zit al een zeg maar, soort van contract dat, dat hij betaalt en dat het een uur mm -hmm. is. Uh, uh, ja. da -da 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 Daar zit al zeg maar, zoveel in. Ja. Maar toch doen veel hulpverleners het niet. Heel, heel veel hm. ze dan ook gewoon uit laten praten en een ja. beetje meepraten. En, 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 en denken: Ja, maken ja, ze wat notities. maak eens wat notities. Ja. En, denk, <laughs> ja. Nou ja, dus, uh, en op een gegeven moment zeg ze, ja, Die man zit de hele tijd vast in zichzelf. En dan ja. gaan we over hem praten, waar zijn probleem zit. Ja. In plaats van te kijken: Ja, maar wat moet ik nou doen ja. om daar verandering in te brengen ja. dan? Is dat niet heel vermoeiend? Want uh, ik denk maar aan dat jullie er geen acht op een dag doen. Want als je dat toch met acht mensen nee. zo de diepte in moet gaan. en jezelf ook moet openstellen. Je stelt ja. jezelf enorm kwetsbaar open ja. op. Je zegt wat het met jou doet. Dat heb mm -hmm. ik, nog niet veel, ben ik nog niet veel tegengekomen ja. hoor. Dus jullie doen het drie op een dag max? Nou ja, uh, ik word er eigenlijk alleen maar heel energiek van. Ja? Ja, fijn. Ja. Geen... Nee, want ja. er gebeurt iets tussen jou en de ja, arbeid. Nee, dat is ook fijn. Het, gaat ja. stromen. het, het, is, het is ook het gaat heel, heel voedend ja. op een bepaalde manier. Maar ja. dat is volgens ja. mij hetzelfde als wat jij met podcasten hebt. Dat jij, ja. zeg maar, jij. Want jij komt hier binnen en ik kijk naar de hoeveelheid van podcasts die je produceert en ik denk word je daar niet moe van? Nee, nee juist. En ja, jij nee, geeft nee, mij het ja, antwoord ja, dat, ja, nee, dat ik hou hier ook van als mensen ja. echt eerlijk naar elkaar openen ja. Ja. en en. Maar waar ik heel moe van word, is als ik zeg maar een, een uur daar moet zitten en doen alsof ik het interessant ja, vind. Daar word ik ja, heel moe ja, van. Ja, ja, ja. ja, de meeste mensen dat horen we in de opleiding ook zeggen, die gaan met hoofdpijn naar huis. Omdat ze dat allemaal maar over zich heen laten gaan en niet stilstaan bij zichzelf en dat teruggeven. Dus het stroomt inderdaad niet, wat jij zei. Ja. Het stroomt niet. En als het kan stromen, dan voelen we ons altijd heel. Ja. Dus dat is een hele prettige manier van zijn. Ja. En dat is bij het Kempler-instituut, ja. daar worden de opleidingen gegeven... of worden daar de mensen gecoacht? Of nee, allebei? Opleiding, Het is een opleidingsinstituut, ja, post-HBO. Ja. Ja. En mag je je dan Kempler-coach noemen? Hoe noem je je daarna dan? Of ervaringsgericht werker? Wat is de term? Ja. Um, nou, wat, wat kun jij daarover zeggen? Ervaringsgericht relatie- en gezinstherapeut. Ja. Nou, en, 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 de... en we zijn aangesloten bij de gestaltvereniging... Ja. Dus je kunt je ook gestalt gezinstherapeut noemen. Ja, en gestalt heeft te maken met. Gestalt. Ik komen eigenlijk uit de gestalt voort, deze manier van werken. Walter Kempler, waar, he, ja. waar het instituut naar genoemd is, 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 was een oude vriend van Frits Peuls. Heb je vast wel eens gehoord die naam of niet? Nee, nou ja, Kempelen kende ik wel. Die de gestaltbenadering uh, benadering heeft gegrondvest. En dat is heel erg in het hier en nu. Ik en jij. Duidelijk zijn, direct zijn, niet eromheen draaien. Dat is wat zij hebben uh, geopend, die manier hmm. van werken. Het verschil met Walter Kempeler is met name dat hij de persoon van de therapeut ook echt inzet. Dus niet, dat is niet de afstandelijke deskundige, maar die doet gewoon mee. En mm -hmm. is ook kwetsbaar en laat zichzelf ook zien. En het belang van de gezinsinteracties. Hij zegt een therapeut is niet zo belangrijk. Het zijn de mensen rond iemand die de allerbelangrijkste zijn. En dat moeten we niet minder maken, dat moeten we meer maken. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat het gezin gaat doen waar tijdelijk ik voor nodig ben. Oké. Okay. Je leert ze iets. Ja, dus niet alleen. Kijk, als je een in, in individu uit de gezinssituatie haalt en die ga je in therapie nemen, dan heb jij mooie ervaringen met hem. Mm -hmm. Maar het liefste had hij die met zijn eigen gezin. Maar werkt dat niet besmettelijk dan? Hij komt toch anders weer in dat gezin, die gezinssituatie terecht. Ja, en dus dat, dat is dan, niet... dan lastig, want dat gezin kan oh, daar nog dat, niet direct nee, mee, precies, mee precies, omgaan. Dus, dus kan, die kan het ook weer helemaal niet ja. doen. Ja. Ja. Want en ook, je hebt ik, geen zicht. Sorry. Ik vind de gedachte ook wel mooi dat, dat um, zeg maar, een uur met een therapeut zitten kan wel wat opleveren, maar als. Uh, als, je een, als, je een heel klein, als de partner iets heel kleins kan doen, die ziet, die ziet die ander de hele dag. Dag in dag uit. Dan ben je eigenlijk veel meer aan het stapelen en gebeurt er veel meer. Het hmm. is stukken, de stukken ja. effectiever. En bovendien betekent een partner altijd veel meer in je leven dan een therapeut. Hmm. Want een therapeut kun je denken, ja doe, leuk gezegd. Maar, uh, hmm. maar als je partner er een probleem mee heeft, ja, dat trek je aan. Ja. Dus daar zit een enorme mot motiverende kracht in. Dus je krijgt ook veel stellen. Tegenover. Altijd? Ja? ja. Meestal nooit één op één. Bijna nooit. Ik, ik, ik wel meer. Ja. Want ik werk, ook op de, of ik werk ook op de Kunstacademie, waar ja. ik uh, individuen ook zie. En, uh, en bij de Relatiewerkplaats ja. in Deventer. En daar zie ik individuen en, uh, en koppels. Individuen ja. mag eigenlijk niet, hè? In de Relatiewerkplaats. Ja. ja daarom dacht <laughs> ik, we moeten die naam veranderen. Maar ik vind de naam ook heel mooi. Het ja. Ja. woord kunst is nu al een paar keer gevallen. Uh, ik, ik, even, ik speel even advocaat van de duivel. Ik wil een uh, goede kunstenaar hoort toch. Te hebben die hoort toch daar dat? Put hij toch uit Ik bedoel, die mooie liefdesliedjes van Eddie verder van Pearl Jam, ja. die zijn geschre geschreven toen hij hemel er doorheen zat, of dat hij helemaal over zijn vader hè, daar heeft hij een live over geschreven, toch uh, ja. van Pearl Jam over dat hij zijn vader niet goed kende en zo. Dus ontneem jij de kunstenaar niet eigenlijk zijn voedingsbron door zo met hem, <lacht> uh, <lacht> ja, ja, door zo met hem begaan ja. Te zijn? Ja, 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 ja. Uh, <laughs> nou, misschien wel. Ja, nee, ja. En, ja. En vind, maar wil de kunsten dat wel? Want je moet toch ergens. Adèle heeft net een nieuw album uitgebracht. Uh, over haar uh, relatiebreuk. En dat gaat ja. alleen maar daarover. Ja. Maar ik denk ik dat je me dan iets te veel macht toekent. Okay. Want uh, er zijn heel veel relaties uh, en problemen die ik niet kan oplossen. Okay. Dus ja. um, ook al doe ik heel goed mijn best, er blijft ja. sowieso genoeg shit ja, over. Genoeg onoringen. pijn ook. Er blijft genoeg pijn ja, over. Tijd, er is, er is altijd. Ja. geen enkel leven gaat perfect. Ja. ja. Dus ja, er zal altijd pijn en verdriet zijn en lastigheid en weet ik veel wat en kunstenaars kunnen daar ook helemaal instappen en dat dan een beetje vergroten. Ja. Dus dat kan altijd nog ook met een klein je hoeft niet altijd per se te scheiden voordat je een mooi liedje kunt maken. Nee, is nee. het niet toch echt een rouwer als iemand het echt doorleeft, want jullie hebben ook in jullie podcast hebben het ook over doorleven hè? dat je ja. gewoon wel de dingen doorleeft hebt. Ja. Je kan zo'n boekje wel opdreunen, maar je moet het wel, ja. Ja. Als jij weet hoe het is om gescheiden te zijn, ja, dan kan je er ook beter over meepraten. Ja, ja, maar je weet ook hoe het is om niet gescheiden te zijn en ongelooflijk te knokken in je relatie. Ja. Wel, ja. Er is geen relatie die, een relatie die geen gedoe heeft. Ja. Die vertrouw ik die, niet. Nee, die, nee, die, bestaat die vertrouw het. ik niet. Dat Daar zijn mensen niet plastic. eerlijk. Ja. We, ja. Zijn, we en... zijn gewoon verschillend. Hoe, dat kan niet. Ja. Kan gewoon niet. Kan, een liefdesrelatie kan eigenlijk niet. Jawel, maar je kunt niet zonder, zonder conflicten. Gedoe. Ja. En ik noem dan een conflict is eigenlijk het ontmoeten van een verschil. Dat kan ja. niet, want we zijn verschillend. Dus als dat niet gebeurt, dan houden we het onder het kleed. Ja. En dan zorgen jullie wel. Nou ja, als het nodig is, dan zorgen wij dat het. Dat, meestal komen met dat, kom dat ja. soort mensen dan met een andere. Ja. Die hebben dan altijd hoofdpijn of die drinken oh, ja. te veel. symptoom. Ja. 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 Dan krijgen ze een ja. symptoom waarmee ze in therapie komen. En dan is het aan ons om het onderliggende patroon binnen te ja. boven te halen. Wel interessant werk wat jullie ja. doen. Je wilde nog wat zeggen, Thijs. Ja, ik zit nog even te denken aan. Um, uh, uh, therapie is ook niet per se voor iedereen. Um, uh, dus er zijn ook mensen die ergens mee zitten en dan een heel mooi album erover kunnen schrijven. En dat is hun manier van dat verwerken. Mm. Dus dat is ook niet de. Um, het kan ook heel dat... therapeutisch zijn. Ja, het nog. is ook niet ja. de ambitie die ik, die ik, die ik heb. Uh, of, of de arrogantie dat ik denk, oh, ja. iedereen zou dit moeten doen. Ja. Want er zijn heel veel verschillende manieren van uh, therapeutisch werken, therapie en mm. andere dingen die. Die gewoon helend kunnen zijn. En soms is een buurvrouw therapeutischer dan een therapeut. Ja. ja, dat geloof ik wel. Echt waar? En waarom alweer precies? Omdat die soms gewoon heel eerlijk en gewoon en recht door zee en ja, nabij. Ja, niet, en beladen. Uh, niet beladen. En ja. therapeuten zitten te hummen ja. en hebben allerlei boekenwijsheid en praten meer met het boek in hun hoofd dan met de mens voor zich. Ja. Er zijn, ja. Uh, ik, ik zeg al. Wat, 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 ik, in ieder geval wat wij proberen te leren in de opleiding. is trek in godsnaam dat hulpverlenersjasje uit. En word gewoon een mens. Ja. Ja. Maar is dat dan niet het grote probleem in onze maatschappij. anno 2022? Dat we. Ik bedoel, de Indianen. die zijn met de stam. Hè? Dan zeggen ze. Oh, hebben ze niet eens een woord voor ik. Het is gewoon. we hebben dorst. de stam gaat drinken. Zijn, zijn we niet constant op zoek naar die verbinding. die wij hier nu ook voelen. hier bij dat kampvuurtje? En ik ga daarom niet ook heel vaak mensen in therapie. dat ze maar. eindelijk. Oh, ik zit eindelijk inderdaad weer met een echt mens tegenover me, die zijn wapens laat vallen. Die niks mm. van me hoeft. Die, die me niet ergens op uit is, die gewoon er voor me is. Mm -hmm. <laughs> en dan denk ik soms over wat voor maatschappij zijn we terechtgekomen, dat, daar, dat, daar een, dat, daar, dat daarvoor betaald moet worden. Dat zou toch eigenlijk gewoon onze natuurlijke staat moeten zijn. Ja, klopt. Dat is toch een ja. soort van doorgeslagen eh, autonomie van de afgelopen eh, periode. Allebei. Ja, dat zie je ook door de eeuwen heen. Hè. Wat. wat, wat Basis is in onze manier van werken, is de, de, het evenwicht vinden tussen autonomie en verbondenheid. We mm. willen allemaal onszelf verwerkelijken, ja. en we willen allemaal belangrijk zijn voor anderen en in relatie staan tot anderen, anders kunnen we ook niet eens overleven. En dat is een voortdurend zo zoeken naar evenwicht. No. En dan zie je dus altijd dat in sommige tijden en sommige, uh, ook in grote periodes, is een tijd lang het ene. Heel erg ja. in het centrum van de belangstelling. En dan krijg je altijd de tegenslag, de ja. tegenbeweging. Komt het andere weer naar voren. En nu zijn we heel lang in, in een fase geweest van autonomie. Ik, 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 ja. ik, ik. En je ziet het nu weer langzaam terugkomen. Hè? Iedereen begint weer te zoeken naar die verbondenheid. Ja. Ja. Dus ik heb ook wel hoop op die slingerbeweging. En ja. Aan het eind van de mensheid hoop ik dat die slingerbeweging uh, in balans is. Ja, we ja, gaan niet meer meemaken. Voorlopig slingeren we nog behoorlijk. Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel treurig. Ja, dat is zeg maar die constatering. Ja. En soms voelt het ook wel als uh, zeg maar, um, de, 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 de ruzies, de discussies over, over corona, over ja. van alles. Um, als ik het dan vergelijk met een, met, met een stel dat ik voor me zie, dan is het ook heel vaak de ruzie om het kopje dat op het aanrecht staat. Ja. En, en ja, daar wordt zo op... Uh... En wat zit ja. daar dan onder? Uh, zie ja, dat... jij mij wel? Vind jij mij wel belangrijk genoeg? Hou je nog wel van me? Hou je nog wel ja. van me? Ben ik ja. nog wel oké? Okay? Doe ik er nog toe? Ja. Uh, je kunt het mag noemen, maar dat vind ik niet zo'n fijn woord. Maar het is wel heel erg strijden van... Uh, ik ben ik en zie jij mij wel? En die ja. ander roept, ja, maar ik ben ik en zie jij mij ja. wel? En dan ja. gaan we uit elkaar. In ja. plaats van dat we zeggen, ja, ik ben ik en ik zie jou ook. Ja. Dat is eigenlijk... Wat, je, wat, wat ook in Ubuntu, weet je ook vast wel wat het is. Zeg het nog een keer. Ubuntu. Zo Ubuntu, ja. ja, ja. ja, ja. ja. He, dus hij zegt van, ik, ik ben ik ja. omdat, omdat ja. jij er ja. bent. En ja. ik zie jou. Ja. Maar ja. ik ben er ook. Ja. Het, is, het is die twee dingen. Ik ben er en ik zie jou ook. Ja. Dus wat wij proberen te, te leren is in ieder geval, zorg voor jezelf met open oog voor de ander. Ja. Niet of of en en. Dat is eigenlijk de basis nou, van onze benadering, denk ik. Ja. En, en, ja. en, en. Daar kom ik altijd op uit. Dus ja. niet cijferen. Je elke echt. podcast al een keer langs. Ja, ja? die zit en -en. er wel in. En, en. Ja. en, -en. Ja. Ja. Laten we even de spirituele kant op gaan, als je het goed vindt. Ik heb Eckhart Tolle ooit gesproken. Je kent hem van de kracht van het nu. Hij riep tegen mij, en dat roept hij ook vaak in zijn boeken: De primaire reden van liefdesrelatie is volgens Eckhart Tolle dat ik bij jou de vlekjes op jouw spiegel weghaal, wegpoets waardoor jij weer helemaal liefde kan zijn en jij doet hetzelfde bij mij. Dat we dus mm -hmm. eigenlijk gewoon de liefde in onszelf helemaal vlekkeloos krijgen... en dat we die samen kunnen delen. Mm -hmm. Voelen jullie daar ook wat voor, wat Eckhart daarover zegt? <laughs> wie, wie zou daar nou niet wat voor voelen? Ah, nou ja, het klinkt namelijk <laughs> ja. als, een, als, een hele, als een hele... Dus hoe meer ruzie je hebt, hoe meer vlekjes je bij elkaar uh, aan het aanraken... en het wegpoetsen bent. Goed, Ik denk, dan ga maar lekker, doe ja. maar. Ja, ruzie is natuurlijk niet zo ja, of, heel gezelligs, maar conflicten... Nou, ik, 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 ik volg hem wel. Uh, uh, alleen deze hele positieve manier van be, be, benaderen. Soms zie ik ook juist dat er zeg maar, een wond is waar dan zeg maar, in gevreven wordt. Express. En, uh, nee, niet expres, maar gewoon als, als, als ik niet zie waar jouw wond zit. Oh, zo. Uh, ja, ja, ja. Dan, uh, dat er behoeft wel enige voorzichtigheid. dus. Niet, je gaat niet op die spiegel zitten rammen met een hamer. Ja, ja. ja het, het mooie of, is wel dat ja. een relatie. Uiteindelijk helend kan zijn als het mm -hmm. goed is. Ja. Dus dat, 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 ja. dat beoogde ja. hij eigenlijk. En daar ben ik met hem eens. Een relatie kan helend zijn. Maar dat is wel werken. Ja. Ook om het ja. voor elkaar te krijgen. Want je komt elkaar en jezelf ongelooflijk tegen. Ja. Maar dus een relatie waar dan eigenlijk nooit. wat maar een beetje voortkabbelt dan. Waar nooit eigenlijk conflict is. En het gaat mm -hmm. allemaal een beetje op dezelfde manier. We hebben onze koffie om half negen. Ons ja. serietje om negen uur. Is die, is die dan niet meer. Werkt, werkt dat niet meer dan in de zin van. ja. Heeft dat dan geen functie meer of zo? Of? Niet in het groeien. Je blijft nee. wie je bent. Dat ja. is ook wel eens lekker, toch? Tuurlijk, bij ja. tijd en wijle heerlijk. <laughs> Tot maar dat... Als je er geen probleem mee hebt, dan, 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 ja, dan, is dan dat gaan we dat... weer. Is het een probleem? Ja. ja, dan zou ik er niks mee gaan doen als, als nee. jij het geen probleem vindt. Nou, er is een stemmetje in jou wat dan wel eens zegt: ja, maar wacht eens even. Dadelijk ben je 50, 55, ja. 60. Het is ook een stemmetje wat zegt: ja, dit, je bent hier toch ook om. Om te groeien. Ja, om stappen te maken. Ja. En, en, en als mens heler en voller te worden. En je toch niet overal maar bij neer te leggen. Maar, maar dat, als je dat doet, hè, ergens bij neerleggen... Ja. dan ben je al aan het aanpassen. Ja. En dan heb je dus al in jezelf toegestaan... en niet toegestaande delen ontwikkeld. Blijkbaar mag aanpassen wel... Mm -hmm. en voor jezelf opkomen niet. Mm. En als, als ik me heel erg aanpas... en jij past je ook heel erg aan... dan zijn we complementair. Dat is iedere relatie ja. voor een deel ook. Want anders dan ja. stoot je elkaar ja. meteen af. Nou, dat, dat, dat loopt heel lekker. Ja. En dat blijft ook heel lekker lopen. We ja, groeien we geen van twee, niet, hoor. We blijven we alle al twee gewoon aanpassen. Ja, ja. Dus we, we, ja. we groeien helemaal niet. Het groeiaspect van de relatie, wat ik zo mooi vind... Mm -hmm. dat, is niet dat is niet aan het werk. Want jij bent hoe lang met je partner samen? Uh, 53 jaar. Ja. Dus je kan Tenminste aardig... te getrouwd, we ja. zijn nog wat langer samen. Ik kan daar een aardig woordje over meepraten. Jullie hebben ook samen ja. boeken gemaakt. Hè? Ja, en we hebben echt ook wel alle punten, dalen ja. en pieken ja. gezien die een relatie kan zien. En toch niet uit elkaar gegaan. Wat ja, houdt we jullie... zijn wel een jaar uit elkaar okay. geweest. En wat wat houdt jullie dan? Wat is de lijm van jullie relatie dan? Want jullie, het geheim en de lijm. Dit? Het geheim en de lijm. <laughs> ja, het geheim, ik, ik denk toch dat liefde een heel vreemd mechanisme is. Ik heb me heel vaak afgevraagd van... Waarom in godsnaam ga ik zoek ik niet iemand anders? Dat het makkelijker is of zo? Ja, ja ik, 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 ik zeg wel eens tegen hem, ik ben gewoon ge verdoemd tot jou. Dat klinkt niet zo gezellig. We zijn veroordeeld tot elkaar. Ja, maar en dan bedoel ik dat op een positieve okay. manier. Van zo bij elkaar horen blijkbaar. En hij is een jaar weg geweest en zei van dit heel erg voelde van ja, maar als ik nu wegga, ik ontloop iets wat ik eigenlijk te leren heb. Oké. Okay. En, en dat, dat is wel wat een relatie diepgang geeft en boeiend maakt. Maar ja. ja, dan zijn wij toevallig mensen die dat zoeken. Ja, ook. En hoe lang ben jij samen met je, met je vriendin, vrouw? Ja, ja, ik ben met, uh, sinds mijn achttiende ben ik uh, met haar samen. Wauw. Dus oh, en ik ben veertig, dus nee. dat is 22 jaar. Um, we zijn ook even, we zijn een paar keer weer apart gaan wonen en weer samen gaan ook zo wonen. En heb ook dat gedaan. Ja, ja, ook een beetje dat. En, um, wat is jullie geheim? ja um, <laughs> is lastig maar um, uh, uh, ik weet niet we we maken wel we maken we maken uh, we, we leren eigenlijk steeds beter ruzie maken. Oké. Okay. Dat, uh, dat, 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 uh, dat is zeg maar de vooruitgang die ik uh, die ik hoopvol vind. Professionele ruzie maken. Professioneel ruzie maken. Ja. Maar, dus ja. door niet meer te veel verwijten te strooien? Of door. Nou, um, uh, kijk, iets wat ik wat ik merkte in het in het verleden, wat ik heel sterk met haar deed, is dat ik het spannend vond als. Uh, uh, Stel zij zegt iets en ik, ik ben het er niet mee eens. En dan laat ik dat horen en dan zegt zij, ja, maar je staat helemaal aan de andere kant en dan denk ik, nee, dat is niet waar. En dan ga ik het inslikken wat ik eigenlijk wilde mm -hmm. zeggen. En dan doe ik net alsof ik naast haar sta. En dan van binnen voel ik me een beetje doodser en zo neem ik eigenlijk, lijkt het alsof ik naast haar sta, maar van binnen neem ik meer afstand. En um, waar we steeds beter in worden, is eigenlijk gewoon die conflicten aangaan. En dan is het ook even van ja, dan sta je maar even aan de andere ja, kant. Zo van ja, ik sta hier en ik vind dat echt kut wat je daar doet. Of, ja. en dan, dan, dat is ook niet zeg maar een soort ruzie die dan uh, met hele mooie woorden gedaan wordt of zo. Dat is gewoon een ruzie zoals iedereen een ruzie ja, maakt. Met scheldwoorden ook. Uh, ja, uh, soms ligt er een beetje aan de intensiteit van, uh, van de ruzie. Maar um, uh, dan is er toch nog wel weer. Uh, we, we voelen ons ook alweer zo veilig bij elkaar. Ja. dat we na een ja. tijdje ook wel weer uh, dat kunnen laten zakken en, uh, en dat we daarover kunnen praten van wat raakte jij bij mij en, en ja. dat we ja er moet er moet een basisverlangen zitten naar je te luisteren na te denken basisverlangen zijn om elkaar toch weer terug te vinden nou ja, de relatie kan er aan of nieuwsgierigheid het ja. veiligheid een basisverlangen om elkaar toch te begrijpen om jezelf kenbaar te maken maar ook die ander te begrijpen ja, dat is niet gemakkelijk, maar als, als, dat, als, het, als het verlangen er niet meer is. om, dan, om, om elkaar te begrijpen, dicht, mm -hmm. dichter bij elkaar te komen. als dat verlangen er niet meer is, dan is een relatie toch wel. dan is die behoorlijk gedoemd. te mislukken. Ja. Bestaat dat eigenlijk? Afstand wel? is het, het meest grootste gevaar binnen een relatie. Ja? Niet ruzie, afstand. afstand. Onverschilligheid. Onverschilligheid. Nou ja. Een hele mensheid, hè? Ze, do ze doet <laughs> maar. Ja, ja dat, hè? Ja. 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 Toch, ja, daar komen we op een mooi punt, hè? Want ik, kom, ik, kom, ik heb heel veel spirituele figuren ook geïnterviewd. En daar wordt toch vaak gezegd, het is wat het is. Mm -hmm. En... Um, ja, weet je, dat er dat wordt altijd maar verwezen naar een, een plek in jou waar, waar nooit ruzie is, waar het altijd rustig is. Mm -hmm. En dan kan je inderdaad een beetje onverschillig gaan worden, denk je. Ach ja, weet je, Lao Tse, ook zo'n zo leraar, ik heb hem niet gesproken, hij leefde mm -hmm. duizenden jaar geleden, maar hij zei, laat troepel water met rust en het zal vanzelf helder worden. Mm -hmm. Nou, dat kan ik me natuurlijk mooi in mijn hoofd inprenten op het moment dat de bonje is. Dan denk ik, ach. Laat, even. Mm -hmm. Laat maar zitten. Weet je, we, we gaan morgen weer, weet je wel. We, we... Morgen weer wat dan? Nou ja, morgen is het weer opgelost vanzelf. Ja. Wat moet ik hier nou allemaal woorden weer aan vrouwen gaan maken? <laughs> snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik heb dat ook geleerd Leen... van mijn moeder. Die, als als er vroeger ruzie was, vijf minuten later kwam ze, iemand nog koffie? <laughs> Al roerend kwam ze de kamer in. Nou, ik moet je zeggen dat de, in veel gevallen levert me dat wel. Rust op, om mm -hmm. zo te denken. Maar dat, dat, dat is ook oké okay, als dat je dan rust oplevert. Ja. Maar als, het, als er iets anders blijft knagen. Uh, en dat knagen is harder dan de rust die het je oplevert. Ja, dan, dan, ga je, dan, dan moet je erin. Ja. En als dat vuil op de bodem blijft liggen. En daar een beetje gaat liggen rotten. Ja? Is ook niet zo best natuurlijk. Dan kan er beter uitgevist worden. Ja. Dus maar je, maar je, soms je, denk ik ook: als het, moet je zitten. Moet, moet je zitten groeten en graven? Nee, Want wat op de bodem ligt, ligt er op de bodem. Nee, ja. maar het komt bovendrijven bij een, bij een botsing. Ja, en dan kun je het waar. in mijn ogen beter ja. uitvissen en opruimen, ja. als, als het toch nou zichtbaar is. Ja. Dan dat je het weer naar de bodem ja. laat zakken en dan de volgende keer komt het weer omhoog zeilen. Ja. Ik, ik denk soms zelfs dat, dat therapie ook wel een beetje is graven in dingen die begraven nou, dat zijn. Dat doen wij nooit. Nee? Nee, echt niet. Toch? Je gaat echt nee. niet. Net zoals ik nee. in het begin net van vertel eens. Je ouders zijn gescheiden, dus nee, ja, je hebt je pest opgevangen. het, op het verleden ja. vinden wij in eerste instantie niet zo okay. interessant. In eerste instantie. Nou, het verleden is, is, uh, is relevant wanneer het nu iets speelt. met je doet. Nu ja. speelt. Ja. Okay. En, en, na, wat ik, en dan kijken we er in het nu naar. Ja, ja. Van wat, uh, uh, want het is, niet, het is niet interessant dat jij gewoon je, je tape afdraait van hoe je het vroeger zo, zo naar had. Ja. Want dat is gewoon een soort herhaling van het verhaal dat je al kent. Ja. Ja. Maar als dat nu zeg maar in een relatie speelt, speelt dan, dan is het... In, dan is het nuttig om daar naar te kijken. Ja. Dus ja. het is wel heel erg in het, uh, gewoon in het nu, wat je nu tegenkomt. Ja. En dat andere wat je net precies zei, Patrick: dit is van zo nu, dan moet je ook denken van ach, laat het water maar even door de rivier stromen. Ja. Even kalmeren. Want in je opwinding laat je ook niet altijd de beste kant van nee. jezelf zien. Dus dat is ook goed, maar als het maar niet het eind van het verhaal is. Want dat hoort te zijn. Dat je het gewoon als het de boel gekalmeerd is, mm -hmm. dat je gewoon wel oppakt waar het om ging. Ja, maar gaat het, is het niet allemaal een roep om liefde? Bedoel, ja uiteindelijk denk ik toch, ja. wat, wat is het allemaal? Nou, überhaupt, ieder conflict, gedoe, gezeik. Ja, het is ja. altijd roep, zie mij, ja. heen, heb mij lief. Je ziet toch ook die hele coronadiscussie nu. Heel veel ja. mensen zijn bang, maar die durven niet te zeggen dat ze bang zijn. Dus ja. gaan ze maar zeggen, ja, dat kan ja. toch niet? En dat hadden ja. we allemaal anders. En dan ja. denk je, ja, geef nou eens toe, je bent gewoon bang. Dat ja. dat ja. Maar dat is precies dan een niet toegestaan deel bij die mensen. Ja. En dat is de, de, de basis van ons werk. Haal de dat, niet toegestaande delen boven water. ja. Want die, die moeten. Wat toegestaan is, is hard schreven. Wat ja. niet toegestaan is, is bang zijn. Ja, maar waarom is dat dan niet toegestaan? Waar, waar hebben we dat, dat ooit heeft op met je Ja, dat, zo, dat, zo word je, dat heeft je geschiedenis je geleerd. Veel van die mensen komen uit een omgeving waar hard schreven normaal is. En ja. zo, 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 zo ja. luisteren ze naar je. Als je dat niet doet, dan krijg je niks. Ja. Bijvoorbeeld, hm. zeg maar, waar dat dan vandaan komt. Voor mij, zeg maar, als, als jongetje, glaasjes water brengen. Uh, als ik dan heel sterk. Uh, als ik heel veel. Gedoe gaan maken, dan breng ik, breng ik het huwelijk misschien nog wel meer in gevaar. En ja. dat wil ik niet. Dus op zo'n manier, ja. heel onbewust neem ik dat mee. Ja. En dan kom ik dan hier in de podcast tegen, dat, dat ik dan met Sonja praat en dat, dat zij iets zegt. En dan denk ik, ja, daar ben ik, ben ik er eigenlijk niet mee eens. Maar dan denk ik, ja, ga ik daar nou gedoe van maken, ja. dan speelt zoiets toch weer op. Ja. En, um... en dat brengt Sonja dan bij jou omhoog? Nou, als ik het voel in ieder geval wel. Okay. Ja. 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 Dan zal ik dat, dan zeg ik dat. Ja, en dan, um, uh, of daar loop ik dan ook zelf tegenaan, want dan, uh, kijk, in een gewoon gesprek kan dat gebeuren en dan is het daarna weer weg. Maar wat ik, wat ik lastig vond aan toen we met deze podcast begonnen, is dat ik dan dacht, ja, nou loopt Sonja over me heen en ik laat gewoon over me heen lopen en iedereen kan het horen. Ja, dat post. Oh, dan, dan, dan okay. ja, 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 ja. ja ik, dus dat voelde ik, zeg maar, ik, extreem ja, kwetsbaar. Ja, ja, dat is ja. Het ook. Um, in het begin had ik nog wat meer ego-editen. Dat ik, nou, hier zeg ik het ja, stoms, ja, kan ik ja, snel ja, uitknippen. Ja. Dat is nu um, niet meer. Uh, nou nog, het is wat minder. Okay. Uh, ik, ik ego edit nog wel eens. Ja. Maar um, uh, ik, ik probeer iets meer dingen gewoon hier ter plekke recht te zetten. Ja. Het grappige is dat het voor een deel ook al in je manier waarop je het zegt zit. Hè, want je zegt, nou loopt Sonja over me heen. Mm -hmm. Terwijl ik denk, hoezo en loop ik over jou heen? Als je je ja. eigen positie niet inneemt, dan loop ik gewoon. Ja. Maar ineens loop ik over jou heen. Ja. Ja, en, en dat voor is al het begin dat van dat uitbesteden. Ja. Dan doet de ander ja, doet iets ja, ja. verkeerd ja. Ja. en daardoor heb jij er last van. Ja. Ja. Dus daarom proberen we ook altijd andere mensen te veranderen. Want ja. als die er nou mee ophouden, hebben wij er geen last meer van. Ja. Zo zei mijn vader vroeger graag tegen mij, waarom ben jij toch zo? Ja. Dat is toch een vraag aan een kind ja. dat je denkt... Ook sowieso een vreemde vraag. Zo ben je omdat je zo bent. Ik weet het. Maar ja. hij had daar dus blijkbaar last van. En omdat dat... ik zo'n vader heb. Ja. Ja. <laughs> maar hij kon niet zeggen: ik vind het moeilijk ja, als om ja. vader van jou ja, te zijn. Ja, ja, want dat was het. Of verandert toch eens een keer. Die heb ik ook ja. heel ja. ja. vaak gehoord. Ja, dat is eigenlijk een van de ergste dingen die je tegen kinderen kunt zeggen. Ik weet het. Maar goed, maar daar, daar hebben we inmiddels al genoeg woorden aan gemaakt. Maar. Ik ben Nog even naar jullie podcast, hè, want er zitten zulke. Wat is het mooiste gesprek tot nu toe? Want dat zijn er nog niet zo heel veel. Hè. Het zijn er twintig of zo. Hoeveel? Volgens mij vijftien. Vijftien. Daar ja. een beetje in de buurt. Ja. Pak hem er even bij. Wat is de mooiste? Oh jee. Um, als je zoekt op Thijs en Sonja vind je ze trouwens, maar officieel heet hij waard op aan, waar het op neerkomt. Ja. Ja. Wat overigens een, een terechte titel is. Waar komt het nou echt op neer? Maar als je op Thijs en Sonja ja. zoekt vind je ze ook. Grappig. Um, wat was de aflevering die het meest weeg heeft gebracht bij jullie allebei? Dat je echt dacht dat je s'avonds nog, dat je dacht pot, verdorie, daar hebben we toch even wat aangeraakt, zeg? Nou, volgens mij aflevering uh, over uh, bondjassen, er, Ergens aan een begin, denk ik. Je moet in de bondjassen in de woestijn gaan lopen, Ja, die? zoiets. Maar um, zie jij... Ik kijk ook, het is... Uh, ik pak even de terug. telefoon erbij. Ja. Uh, die, nummer 4. Ik, uh, daar vond ik iets interessants in gebeuren. is um, dus, dus niet dat die per se de beste is. Maar wat me daarin raakte. Is dat ik iets over mijn ouders vertelde. En jij reageerde daarop met een zekere mate van kritiek op mijn ouders. Of eigenlijk, mm -hmm. als ik het zo ervoer. Nou, ik ja, dat dat toch ja, zo ervaren? Ja, zo, zo ervoer ik dat. Van, en en, en daarna zat ik echt van: oh shit. Ik moet het eruit knippen. Of ik moet mijn ouders gaan bellen mm -hmm. om uit te leggen. Wat ik, ik moet het ja. nou, zo helemaal inpakken. En toen ik het terugluisterde. Uh, realiseerde ik dat ik eigenlijk precies deed waar we het in die aflevering over hadden, dat ik zeg maar in die niet toegestaande delen, dus ik mag niet mijn ouders nog extra tot last zijn. Dat kwam en, toen weer op. Ja, en daar ja. ging die hele aflevering over, en dat gebeurde daar ter plekke op dat moment. Dus dat vond ik wel, wel, wel bijzonder om te zien hoe krachtig dat eigenlijk is. Ja. Kan je dit ook ja. in je eentje, als ik, jou, als ik jouw boeken van jou en je man mm -hmm. koop en zo, heb ik daar, kan ik het dan in mijn eentje, die delen allemaal omhoog krijgen? Of heb ik daar echt iemand voor nodig die tegenover mij zit? Nou, boeken kunnen je tot nadenken stemmen en, 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 en natuurlijk zijn ze ook bedoeld om tot nadenken te stemmen, maar ik denk als je echt uh, min of meer vastloopt of, of, of la echt last ervaart in je leven, dan heb je bijna altijd een ander mens nodig. Om, om, ja. ja, dat denk ik wel. Want je bent zelf te koppig. of te, uh... Nou, niet te koppig, maar je zit in je eigen patroon hmm. vast. En je bent blind in je eigen patroon. Als, als wij vastlopen, maar hebben we ook een therapeut nodig. Ja. Of iemand. Of een goede vriend die zegt van nou luister eens even, dit zie ik bij jullie. En uh, denk daar is al een even. Over word, na. Als therapeut dat onder elkaar. Supervisie. Intervisie. Ja, intervisie ja. 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 Maar een goede vriend kan zo ook. Het kan ja? ook fantastisch ja. werken. Ja. Maar het is ook zeg maar wat je mist in je eentje, is, is de relatie. En, en jij zei volgens mij aan het begin ook al ergens: het, het, het belang van. Uh, ja, de behoefte die we eigenlijk gewoon hebben om samen te zijn. Ja? Um, en um, uh, ja, in je eentje ben je niet samen. Dus ik heb ook wel heel veel dingen in mijn eentje zitten lezen als ik, als ik mm. dan ergens mee zat. Um, maar om eigenlijk iemand anders tegen te komen. Uh, en iemand anders die dan ook eerlijk is. Het ja. andere van... is altijd heel belangrijk ja. dat je het andere ja. tegenkomt, ja. terwijl ook in literatuur kun je ook het andere tegenkomen, maar we hebben toch de neiging om daar een beetje overheen te lezen en vooral ja. te lezen wat ons uitkomt ja. in ons eigen pakketje. Ja, wat ons bevestigt. Ja. En dan, want ik, ik heb ooit een boek gelezen over opvoeden was dat was ik toen heel erg mee bezig en ik was ik was met alles oneens. Dat is een van de belangrijkste boeken die ik heb gelezen, want ik moest ineens zelf gaan denken. Ja, ja. Ja. Dan moet je, dan moet je ja, echt ja. kijken, maar ja. we, hoezo dan? Het wat aan je denk boom. ik dan? Ja, wat gebeurt er hier? Ja. Dus dat andere, en daar ook een ander mens, is ongelooflijk ja. belangrijk om te, om te ontdekken wie jij zelf bent. Ik zeg ook altijd na dit soort podcastgesprekken, waar, waar gewoon in geopend wordt, de, loop ik anders de deur uit. Dan is er toch ja, ja. iets. In, er is toch iets geraakt, aangezet. Ken, ken je dat? Ja. Dat ja. je toch op een iets andere manier weer de deur uitloopt. Ja. En ja. Ja, waar het zijn uiting gaat vinden of wat het gaat doen, ja. Als bij, ik denk bij, bij elke echte in, in ontmoeting, de intense, ontmoeting, ontmoet. als je echt ja. elkaar ontmoet, ja. Ja. Dan, dan levert het levert altijd iets op. Ja. Ik vind de titels van jullie podcast ook zo leuk. Vind je het goed als we die even een beetje doorlopen? Ik denk je... Thijs. Ja, echt gaaf. Want ja. daar, dat pakt meteen de aandacht. Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen. Dat gaat over empathisch luisteren. Wat we, dus, ja, waar jullie werk dus eigenlijk over gaat. Of... Mm -hmm. Een gedeelte. Ja. Ja, ja. ja wees we, we eerlijk. Wees eerlijk. Ja. Als je in de put zit, moet je stoppen met graven. Voel ook ja. leuk. Want dat zijn we toch geneigd, nou ja, om maar alles door, moet nu op boven tafel komen. Om maar door te gaan, ja. Ja. Is ja. dat het? Ja. Uh, nee? Ja, ja, nee, dat is het. Maar erkennen dat je dus gewoon in de put zit en en niet met, uh, met je stomme kop gewoon doorgaan. Do ja. Maar eerst even denken, oh ja, ik zit, ik zit vast. Ja. Kut, zeg. Ja. Punt. Ja. Stilstaan. Ja. Nou, er is er ook eentje over in seizoen 1... Um, waarom je zo aan je partner kan irriteren en waarom dat dat goed is. Ja, ja dat vind ik. Vind, de titels zijn ook al. Ja, daarna worden ze wat korter. Weet je wat ook heel grappig is? Uh... Patrick, uh, Patrick, ik ken ook een Patrick, dus iedere keer uh, haal ik hem door de um, Dat Datgene waar je, je bij je partner zo aan irriteert, is bijna altijd waar je in het begin op gevallen bent. Ja, dat valt op. Ja, dat ben ik ben vriendin ook. In het begin, ik, ook, het begin ja, ze is ze zo lekker zelfstandig. Ja. En ik denk van laat je toch eens helpen. Ja, precies. Ja. <laughs> en daar beginnen we elkaar te ja. veranderen. Ja. Ja. Nou, het herscheppen naar je ja. eigen idee en je eigen beeld. Dit vond ik ook zo belangrijk. Je kind is niet jouw herkansing. Ja, ja. Voor alle fouten die jij gemaakt hebt. wel heen. uit de tekst, bedenk ik. Ja, ja. ja ik, ik, ik zit te lezen. En, ja. um, maar die, die van ja. kinderen, want we hadden het eerder over opvoeding ook. Um, wat ik me ook steeds meer realiseer met, met, met opvoeding... is gaat het vooral zeg maar, om mijzelf als ouder zijn. Uh, dat het enige waar ik wat aan kan doen, is, is, uh, is bij mezelf. Ja. Um, dus, dus niet zoals wat jouw vader mm. zegt... Was het toch mis met jou? Ja. Maar waar irriteer ik me aan? En ja, uh, wat roept dit op bij mij? Ja, ja. ja. Maar uh, breek jullie hart dan niet als je ziet hoeveel kinderen in de gesloten Ach, jeugdzorg zitten? En, en, en ja. maar. Ga maar aan mijn buurt. Want ja, ja letterlijk. Je, je bent me te veel. Hup. Ja. Ja, is... ja verschrikkelijk. Kind van de rekening noem ik dat. Dus echt. Ik vind het verschrikkelijk. We, we hebben ook een heel boek geschreven voor de, voor de jeugdhulpverlening. Daar doen ze niet zoveel mee, helaas. En ik ben er heel veel in gewerkt, maar ik vind het echt. Ja. Soms als ik mijn eigen kinderen zie en mijn kleinkinderen en, en zie wat die krijgen. En me dan realiseer wat andere kinderen missen. Ja, vind ik bijna niet te verdragen. En met krijgen bedoel je waarschijnlijk geen PlayStation 5. Hè? Nee, nee, dat bedoel ik aan aandacht, warmte, ja. liefde, ruimte. Ja. Is dat ooit nog goed te maken, lieve uh, Thijs en Sonja? Ik bedoel. Moeten we niet soms ook gewoon accepteren dat er een aantal mensen gewoon een behoorlijke kutjeugd gehad hebben, om het maar eens even zo te noemen? En die blijven daar de rest van hun leven mee worstelen. Ja, dat is sowieso Klopt. een feit. Ja. En die zullen ja. altijd misschien hunkeren naar dat dat nog alsnog goed gemaakt wordt. Of ja. dat dat alsnog allemaal op zijn pootjes terechtkomt of zo? Dat kan natuurlijk wel. Ja? ja. Door? Het hebben van nieuwe en betere ervaringen. Hmm. Alsnog, alsnog krijgen wat je ooit zo gemist hebt. Het zal nooit het, uh, wat er gebeurd is ongedaan maken. Je zult altijd al die dingen met je meenemen, want je bent je levende geschiedenis. Dat is nou eenmaal zo. Maar uh, je kunt wel nieuwe ervaringen toevoegen, toch? En, en, en daar. Uh, ja, daardoor veranderen. Ja, veranderen vind ik een naar woord maar, eigenlijk. eigenlijk maar. Want in jouw vraag zit de aanname dat, dat uh, therapie of datgene wat wij doen... Uh, als doel heeft om iemand te veranderen. Ja, en dat is um, niet zo. En dat, ja, dat is niet zo. Uh, 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 Rob Resnick, ook een gestaltherapeut, die zegt daarover... Um, hoe zegt hij dat nou? We're not in the business of change, but in the business of choice. Hmm. En dat je dus gewoon ziet, dat, no? je, dat, je, ja. dat je leert inzien van... Um, Oké, okay, dus dit is wat ik doe. En um, ik kies hiervoor omdat dit uh, omdat het andere te pijnlijk is. Ja. En, en je hoeft niet te veranderen. Je mag blijven zoals je bent. Maar door zeg maar, meer opties te krijgen, kun je ook weer meer autonomie andere keuzes maken terugkrijgen. Ja, ja. Want je, eigenlijk wat, wat we in het begin doen in een therapie, is mensen in hun eigen schoenen terugzetten. Dus niet al die ideeën die ze hebben, maar dit is wie je bent en dit is wat je doet, en dit is wat je blijkbaar kiest. Ja, als je dat niet wil, moet je een andere keuze maken. En maar het je is ook oké okay als je dat wel wil blijven ja, doen. Ja, maar dan okay. moet je de consequenties Je hoeft niet per se te veranderen. Nee, nee. maar dan moet je ook de consequenties ja. nemen die erbij ja. horen. En ja. als je dat niet wilt. Ja. En dan openen we eigenlijk alleen een perspectief. Ja. Mensen bepalen altijd zelf of ze dat wel of niet doen. Daar zijn ze altijd vrij in. Hm. Niemand is ook in een partnerrelatie, is mijn wens of mijn verlangen is nooit jouw plicht. Om, dat, om die te vervullen? Ja. Nee. En nou. zo, dat willen we wel graag. Dat, dat, dat voorbeeld krijgen we ook nog wel eens in onze jeugd te zien. Hè? De, ja. ik, ik, tenminste, hoe mijn ouders met elkaar omgingen. moet even afscheid nemen van de kijkers op YouTube. Want het kaartje is zo vol. Als je nou nog de laatste vijf of tien minuten van dit gesprek wil surf dan even naar levenzonderstress.nl. <laughs> uh, ja, nee, het hoeft niet perfect allemaal. Tot ziens. Er schoot me nog iets te binnen. Um, nou ja, twee dingetjes. Robert Jensen, dat is zo'n radio-tv-presentator... die zei altijd van, we zijn de rest van ons leven bezig... om de eerste vijftien jaar van ons leven goed te maken. Hmm. Zijn jullie dat met hem eens? Beetje heftig, hè? Um, <laughs> ja, sporten... maar het, het is, zeg maar, het, het is zo'n zo korte zin. Ja. Um, uh, ik kan er ook wel wat bij voorstellen. Zeg maar de dingen. Uh, ja, ik ja. kan er wel wat bij voorstellen, ja. ja. De thema's die daar spelen of zo, die, die komen nu telkens terug en de, daar ben ik op ge. Daar stel ik op scherp. Of ja, zo. ben ik op gebrand. Ja, ja wat, je, wat je, in je, in je in je vroege jeugd meemaakt, gaat nooit meer weg. Nee. En daarna, daarna is inderdaad een groot gedeelte van, van de tijd ben je bezig om datgene wat je daarvan in de weg staat, om dat te herstellen. Ja, ja dat, dat klopt wel. En hoe, hoe ouder de ervaringen, hoe dieper ze ingegraveerd worden. Je zou kunnen denken: je bent als kind een als soort huis, is het frame gebouwd, hè? het raamwerk van het huis. Ja, als dat niet stabiel is, dan kunnen we wel aan het dak gaan werken... en aan de mm. tweede verdieping. Nee, maar... dan moet eerst de, de grondvesten weer een beetje ja. stevig worden. Om, ja, moet daarvoor eerst een heleboel afgebroken worden... of is het gewoon een kwestie van stutten? Ja, misschien stutten of, uh, of accepteren dat je daar geen kasteel kan bouwen. Dat de fundering te, te uh, zwak ja, is ja. om... Ja, dus dan, oh, okay. dan, dan, ja, dan, dan, dan moet je daar je misschien zegt. een ander soort huisje ja. bouwen. Nou ja... Ik ben het niet helemaal met je nee? eens. Ja. Misschien heb ik wat grotere ambitie, dat ja. weet ik niet. Ben ik iets minder bescheiden. Het klopt wel wat je zegt, maar ik denk je moet, je moet niet denken dat je er nu meteen een kasteel op kunt bouwen. Okay. Eerst moet er een nieuwe, nieuwe basis komen, je moet beton gaan storten. Ja. Zodat je moet een positie krijgen, je moet op je eigen grond gaan staan, je ja. moet met je, met je voeten in, de eigen, ja, in je eigen ja. klei gaan staan en dan kun je gaan bouwen. Maar vaak willen we dat dak er al op hebben. En daaronder is het nog allemaal zo wankel als ik weet niet wat. Ja. Maar de, de doel lijkt me niet per se om zeg maar, een kasteel te willen. Nee, dus het je zou ook kunnen kijken naar wat je, wat je dan wel wil. De basis. En dan kan zeg maar. Een, ja. Uh, ja, ja, kan als een iemand fantaseert zijn. over een kasteel, dan wil die misschien ook heel graag een kasteel. En dat is niet verboden, toch? Ja, maar dat ja, fantaseren. Je kunt ook wel fantaseren. Uh, Soms ik, denk is het ook even, ja, ik denk soms is het ook even terugbrengen naar de realiteit. Ja, zeker. Uh, want we zitten hier nu mee. En, en maar je, de realiteit kun, je kun je het is in alles. mijn ogen dat die basis er nog niet ligt. Ja. Ja. En niet of je wel of ja. niet een kasteel wil. Ik, ik, ja. heb, misschien proef ik een klein beetje bij jou. Laten we vooral bescheiden blijven. Laten we ons vooral kleine doelen stellen. Ik heb daar zo'n ja. ongelofelijke, godsgloeiende hekel aan. Jij bent van denk groot? Ja, streven onbekommerd naar het allerhoogste, ja. zegt Loesje. Maar ja. wees blij met wat je hebt. Ah, maar als, weet je, als we niet groot streven, ja. waar komen we dan uit? Dan, ja, nee, we... oké, okay, dat mag. Maar oh. ik, laat ik eens een voorbeeld noemen. Je hebt uh, van die schildpadjes, die worden onder, de, uh, onder het zand geboren. Mm -hmm. hè? En 80% daarvan redt niet eens de eerste uh, ren naar de zee, want wordt opgepikt door vogels, andere dieren. Eh. Gaan wij er niet te veel van uit dat ieder leven maar moet lukken? Bedoel, er, zijn, ja. er zijn natuurlijk ook mm -hmm. gewoon mislukte levens. Ja hè? Mensen die niet ouder dan twintig worden, ja. baby's die na drie jaar... En, en ik snap wel dat we streven naar dat je zo'n mooi mogelijk leven hebt... maar dat leef je mooiste leven, dat, ja, dat begint me een beetje tegen te staan. Dat is die, nou, die zelfverbeteringshype waar, ja. waar vooral jongeren in zitten. Ja. Dus ik denk, ja, in wat jij zegt, accepteer nou ook gewoon... Ja, je bent een kind van gescheiden ouders of je, of je vader was drugsverslaafd. Dat heeft zijn sporen nagelaten. Maar, maar dat is denk je dat ik iets anders? Benieuwd? Nee, maar... maar je zegt toch ook niet van tegen iedereen, iedereen kan miljonair worden of iedereen kan die nee, boot... dat is een heel ander, ander ding. Ik ja, zeg maar... alleen, um, dus je hebt heel veel mensen die, 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 die bakken een taart van een kruimel. Die, ja. Maar, die, maar die, 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 die gedragen zichzelf alsof ze niet meer waard zijn oh, dan die zo. kruimel. Ja. Terwijl ik zeg, van, nou, nou, ga nou voor de slagroomtaart ja. met de kerst bovenop ja. en wees tevreden als je gebakken ja, hebt. Ja, ja. Maar het is altijd meer dan die kruimel. Ja. Dus dat streven, ja. maar dat is niet gewoon dat dat ook moet. Ik wou zeggen, want maar wat, je mag wel groots streven. Waarom zou niet iedereen gelukkig willen zijn? Ja, nou, dat is ten, gaat erom de definitie van geluk. Of dat überhaupt in de wereld te halen is. Maar daar kunnen we het daar in jullie podcast ook nog over hebben, denk ik. Ja, ja. maar geluk, ja, natuurlijk. Gelukkig. Je bent nooit constant gelukkig. Mm -hmm. Maar je streeft allemaal wel naar een zo hoog mogelijke mate van je fijn voelen. Ja. Maar goed, toen zei Boeddha ooit: geluk met een reden is een vorm van lijden. Daar kan ik ook wel wat mee.